Are you guys ready for a new episode of Pro Cycling Manager met Corendon Circus? En na uh, de overwinning in Parijs-Roubaix kunnen we nu een overwinning halen in de Amstel Gold Race. Dat zou fantastisch zijn. De Amstel, Mathieu Kopman, kunnen we al drie monumenten binnenhalen. We zullen zien, de ronde waren we toch wel tweede zeker, achter Peter Sagan. Maar dat geeft niet. Dat is al lang verleden tijd. En hier hebben we goede helpers. Hè. Jay Hindley met 99 vorm 80 heuvels. Zivakoff gaan we niet meepakken, want die gaan we toch niet gebruiken. Als Kopman Humphrey gaat mee. Even een poel. Hmm. Pakken we ook niet mee. Voor uh, de rest. Ah, jawel, jawel, jawel. We pakken ze wel mee. We mogen niets aan het toeval overlaten. Voilà. En dan Jimmy Jansens nog. Dan hebben we onze zeven renners. Grosse concurrenten. A. Philippe, Daniel Martin, Moscon, Kwiatkowski, Woods, Wellens, Teuns, de wereldkampioen, Valverde, Valgren en Mollema. Oké, okay, de race is vertrokken. We hebben vijf koplopers met Kreder, met Minaar, met Alfredo, Van Ende en Le Gac. Um, en dan ja, het peloton, dus Quickstep die aan het rijden is, uiteraard voor uh, Ala philip En in ons team Van der Poel, plus 2 checks en stats. Zalige stats, 79 heuvels. Hindley zit ook in een mega bloedvorm met 82 heuvels. Ook aanvallen, uithouding, zeer goede stats. Dus met hem misschien een aanval plaatsen ergens op een moment dat niet uh, veel te volk dat verwacht. Dan hebben we hier Humphreys, die Rom, uh, Romerle helpt. Eigenlijk de eerste keer dat we deze mannen echt zien in een wedstrijd. Uh, 78 klimmen, 75 heuvels. Dus is het eigenlijk ook goed. Gaat lang meegaan normaal gezien in de rit. En ik ga eventjes hier Dylan Teuns opzoeken, de wereldkampioen. Very nice. Oké, okay, nog uh, 100 kilometer, alleen nog 99 kilometer. En er was een valpartij gebeurd, waar dat volgens mij een paar toppers bij betrokken waren. Philippe niet, Woods niet, Valverde niet. Nu gaan we eens zien, gaat het groepje nu terugkomen? Tuurlijk gaan die terugkomen, maar uh, ja, 43 renners momenteel, dat is niet zoveel niet meer. Oh, het breekt weer, het breekt weer. 36 man en het is Quickstep hier dan doortrekken is. Gaan wij meehelpen dat deze groep niet terugkomt? Misschien wel een goed idee. Uh, even een poel gaan we opsoeperen hiervoor. We gaan naar de 50 kilometer. De kopgroep heeft nog 2 minuten voorsprong. En Peloton is terug samen. Oké, okay, de koers nog 17 kilometer. Dat is niet ver niet meer. En we gaan Roemerle uh, vooruit sturen. We gaan eens kijken: gaat er volk mee? Woods, Kwiatkowski, Valverde. Iedereen begint nu. Stelletjes aan mee te gaan. Henley is het echt nog een goed. Wat je van der Poel ook. Die heeft Sivakov nog als helper. Maar deze aanval gaat precies op niets uitdragen. Jammer. En nu, hè, we gaan eens zien. Nibali gaat verder. Valgren in het wil. Romerie mee. is mee. Ja, we zijn allemaal nog mee. Nu de aanval van Henley van ons team. Wie gaat er mee? Van der Poel proberen in die zetel te krijgen. Romeri is nog altijd zijn helper. En Valgren blijft gewoon rustig. We gaan nu naar die Kuitenberg. Er moet iemand zien weg te geraken. Kan Van der Poel misschien weg geraken. Het valt hier nu stil. Proberen forsing te voeren nu. Goed over die Kuitenberg. En nu Poels. Poels die gaat... En we moeten mee nu. Hè. Dus Van der Poel volgen. Hindley, volg Van der Poel. Voilà, dat is goed. Romeri is nu op. Dus nu is het Hindley. Nu is het Hindley die moet rijden. Hindley, Van der Poel, volg Hindley. Oké, okay, we zijn nog mee. Hindley is nu op. Romeri zit er ook nog bij, zo leuk, wat moeten we hier allemaal doen? Van der Poel volgt goed, Hindley kan nu Van der Poel beschermen hopelijk, jawel, en dan kan Romeri op kop gaan rijden als het moet. We gaan richting de Kouberg, nog 8,2 kilometer te gaan, dat is niet veel, niet meer, spurten tegen Alaphilippe is niet gemakkelijk, maar Van der Poel zit in een bloedvorm. Oké, Romeri nu op kop. En we gaan een klein treintje proberen te vormen. Hopelijk houdt hij dit lang vol. Hoe langer, hoe beter. Maar het ziet er niet naar uit dat hij het lang gaat volhouden. Valgren komt nu over ons. Dus we moeten gaan met Hindley. Een groot gat moeten we niet direct hebben. A la Philippe nu. Gaat hij aanvallen of wat gaat hij doen? We gaan pacen. We gaan pace maken met Hindley. Kom aan team. Kom aan Henley. Fantastisch werk, fantastisch werk, fantastisch werk. We gaan naar die kouberg en. Oh. Ho, 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 ho. Dat ziet er hier niet eenvoudig uit. We mogen ons niet laten doen. We moeten zelf gaan. We moeten zelf gaan. Van der Poel zit ingesloten. Van der Poel zit zwaar ingesloten. En gaat er zo niet uitkomen. Oh my god. God, wat... Oh, dit is erg, zo'n voorbereiding op die sport. En dan helemaal verkloot. Zelf geen top 10 plaats. Kwiatkowski wint voor Moscon. Daniel Martin op 3, Dylan Teuns op 4. En hier zat zoveel meer in. Dit is echt zonde. Dit was slecht gereden. Echt heel slecht gereden van ons. We hadden gewoon als eerste moeten vertrekken. Hè? Damn. De muur van Hoei en Van der Poel mag rusten. Het is gedaan voor Van der Poel. We zitten met een vormpik voor Hindley. Dus die zou hier fantastisch kunnen presteren. Maar aangezien dat geen doelstelling voor ons team is, gaan we er gewoon overgaan. Het is een halve Mathieu to Glory. En oei oei, oei niet in de. Oei oei, oei 27 e Maar dat valt wel zwaar tegen. Dat had ik nu wel beter verwacht. Um, ja, oké okay dan. Misschien luikbas Nakenluik dat wat beter gaat zijn. Oei, ah, dat was toch een doelstelling. La Flash Oei, daar heb ik mij dan toch uh, zwaar op miskeken. Uh, ja, dat is dan niet gelukt. <laughs> Top 10 lukt Nakenluik. Hopelijk doet hij dat daar dan beter. Er zijn een paar van onze renders in de Alpen bezig. Maar we gaan gewoon richting Luik. En dan, uh, ja. Ik heb eigenlijk niet zoveel zin om Luik Bas te rijden. Dan gaan we volgens mij gewoon door naar de nationale kampioenschappen. Allee, Luik Bas Hindley, een nieuwe kans voor jou. Je bent onze kopman. Laat eens iets zien, hoor. Je vormpiek is goed, je hebt 80 heuvels. Doe iets. Doe iets. Dertiende. Net niet in de top 10, oké. Okay. Bob Jungels wint. Prachtig gereden. Uh, of al je goed gereden van hem. En uh, ik heb eigenlijk niet gekeken wie dat er uh, heeft gewonnen in de Flash Wallonie. Dus dan moeten we nog even gaan opzoeken. Waar vinden we la Flash Wallonie hier? Oh, ook okay, jongens. mijn jongens. Twee gewonnen. Mooi. Bijna de triple, als je leuk ook had gewonnen, maar. Uh, als je leuk als je de Amstel had gewonnen, maar ja, dat was voor Kwiatkowski. Dus uh, hier ga ik gewoon doorgaan. Californië, Dunkerken. Allemaal. Niet belangrijk, niet belangrijk. Gewoon veel te veel retten eigenlijk hè, dat hier gereden worden. Wow, heel veel retten zelf. Um, dat valt eigenlijk tegen. Uh, we gaan Mathieu niet te veel laten rijden. Die moet rusten voor de kampioenschappen. En als we nog eens gaan kijken naar Le Belgique, volledig vlak. Quentin Hermans kan wel wat sporten, wie weet. Maar het is vooral het Nederlands kampioenschap. Waar we ons natuurlijk op focussen. En kunnen we ondertussen al zien hoe. Het wegkampioenschap eruit ziet. Jawel, geen bergjes deze keer. Een paar mini heuvels, dingetjes, maar niet echt speciaal. Ik denk dat het redelijk gaat lijken op het Nederlands kampioenschap, precies. Dus wie maakt er dan het meeste kans voor België? En dat is Jasper Philipsen, Sascha Wemaas, Quentin Hermans. Zie, ze maken ook kans hier voor het BK te winnen. Maar als je dan een Jasper Philipsen ziet met 81 sprinten. Gaat het moeilijk worden. Die hebben nog genoeg voor het jaar nog bij Katusha. Dus we zouden hem nog niet kunnen kopen voor ons team. Maar uh, ja, tot in het vervolg van deze aflevering. Hè. We gaan er een mooie aflevering van maken. We zitten in de kampioenschappen. Kampioenschap tijdrijden begint in Spanje. We gaan eens kijken. Garcia Cortina rijdt daar. Zit in een vormpeil van 100%. Maar ja, kan niet tijdrijden. En het is uh, Jonathan Castro Castroviejo die wint in uh, Spanje. Nice, nice, nice. We worden kampioen met even een The De boy doet het. Hij wordt al wereldkampioen. Uh, wereldkampioen, wat zei ik? Belgisch kampioen. Tijdrijden in België op zijn 20 jaar zeker. Of is hem ondertussen al 21 geworden? 20-jarige leeftijd. In Nederland is het Tom Dumoulin geworden. In Duitsland, Jascha Sutterlin. In Groot-Brittannië Alex Dowsett voor Christopher Froome. In Denemarken is het Craig Anderson-Seuren, vierde plaats voor Hansen. In Ierland is Humphrey team uh, gewonnen, In tijdrijden voor Ryan Mullen. In Rusland zijn we het net niet geworden met Zivakov, in er wordt het. In Zwitserland is Sylvain Delier het geworden. Het gewoon kampioenschap in Denemarken wordt gewonnen door Jacob Fulsang voor Mikael Belgren en Craig Ankersjouren. Hola, we hebben een Zwitserse kampioen in ons team. Romeri wordt Zwitserse kampioen voor Hirschi en voor Frankini. Nice, nice. Onze eerste kampioenentrui op de gewone weg, want een tijdrijden, daar hebben we zelf niet al te veel aan, want we kijken natuurlijk niet vaak. Of we speelden eigenlijk nooit tijdritwedstrijden. wedstrijden Dus het is heel leuk dat die uh, jongen kampioen wordt. Kan Zivakov ook kampioen worden in Russia? Eens kijken. Nee, Porsche wordt het in Rusland. Het was oeh, oe, met veel kasseitjes. Oké, okay, in Oostenrijk is Konrad kampioen geworden. Noorwegen Christophe Avatra. In Estland, in Kazachstan Kidish. In Litouwen, Bagdonas, Luxemburg, Drukker, Slovenië, Brajkovic. Geen sagan. Of is dat Slovenië en is is iets anders? Nee. Hè. Uh, Zweden, Magnusson. En in Ireland, Sam Bennett. Oké, okay, ik weet dat we in de kampioenschappen zitten, maar even naar ons national team. We hebben 14 renners geselecteerd. En als we dan gaan kijken. De allerbeste kanshebber voor België, Jasper Philipsen. Wilt niet meer rijden, op een of andere manier. Dus W. Maas en Quinten Hermans zullen de kopmannen worden op het WK. Dat is ook niet normaal eigenlijk. Hè? Maar ja, Jasper Philipsen, als jij geen wereldkampioen wilt worden op 22-jarige leeftijd, mij niet gelaten. Ethan Hayter gaat in Engeland proberen om kampioen te worden. En dat lukt niet. Het is Cavendish dat op een late leeftijd nog eens een Britse titel pakt voor McLeay. Maar we pakken wel een mooie derde plaats. In Spanje is het Bello Bilbao geworden voor Isagere en Enric Mas. Het BK is vertrokken. Wout van Aert kanshebber, kans kanshebber, Philipsen natuurlijk, de Busseren, Van Avermaat, um, Oliver Naasen. Roelands, Edward Teuns. Ja, eigenlijk heel veel kanshebbers. Hè. Wij gaan in ons team Quentin Hermans als kopman vooruitsteken. Plus 2 heeft hij voor deze rit. Wema's gaat de sport aantrekken, hopelijk voor Hermans. Dus hij heeft 77 sporten op het moment, heel veel plusstats. En hopelijk gaat hem dat genoeg helpen om ons misschien een Belgische titel op te leveren. Vier mannen is er weg. Uh, Keise, niet Keissen, maar Kajse, Grignard, Relais en Lokes. Dus uh, vier eigenlijk onbekende namen, geen enkele topper erbij, ook niemand van Quickstep, dat is al heel belangrijk. En oh 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 oh, oh. zware valpartij, maar Quentin Hermans overleeft, dat is al belangrijk. Evenepoel is jammer genoeg ziek, rijdt er wel mee, zoals voor dit moment bijvoorbeeld, is uh, goed voor te helpen. En wie is er al achter? Wout van Aert is al achter, Merlier is al achter, Lampaert is al achter... Timothy Dupont, oei, die is al heel vaak... Oeh, man, er zijn heel veel toppers achter. Uh, Lampaard, Philipsen, Van Avermaat Nassen. Misschien is dit wel het... Nou, ik wil zeggen, voor uh, met even een poel te demareren, maar dat heeft geen zin, want 10 minuten gaan we nooit in ons eentje dichtrijden. En TOS voor Vlaanderen is hier nu aan het rijden. <laughs> Bijna 14 minuten, er wordt nog altijd niet achtergereden, dus ik ga Vermeers op kop zetten, want... Die 14 minuten, dat vind ik wel echt overdreven. Dat gaat er los over. Dus, um, ja, we gaan eens zien of we wat van die tijd kunnen afkrijgen. Vermeers is fantastisch werk aan het leveren. Hij blijft op kop rijden. En ik blijf eigenlijk wachten totdat er andere ploegen stilletjes aan gaan beginnen rijden. We komen onder de 10 minuten. Dat is al goed. Um, maar ze mogen nu wel stilletjes aan gaan beginnen komen. Nog 9. Het is ook nog 80 kilometer. Dus... Nou, er moet een minuut af per 10 kilometer. Ja, we moeten Evenepoel even een poel op kop zetten, want Vermeers is even om drank. En je ziet, dan gaat de tijd direct weer de hoogte in. Dus uh, ik ga zowel even een poel als Vermeers opofferen in de achtervolging. Oké, okay, de andere ploegen beginnen eraan. Het is nu CCC met Serge Powels die het werk gaat beginnen doen. En nu gaat het heel rap gaan, normaal gezien. Dus Vermeers mag stoppen. Even Wema's helpen totdat even een pool terug is. En dan zit Vermeers zijn werk erop hè, voor ons team. Oké, okay, er wordt aangevallen door Wout van Aert. Stuiven, Lampaard, B. Iedereen probeert mee te glippen. Wij gaan natuurlijk ook proberen mee te geraken. Met zo weinig mogelijk krachten te verspillen. We gaan eens zin. Het mag niet breken en het gaat ook niet breken. Van Asbroek gaat het dichtrijden. Het gaat op Wout van Aert. Oh maar dat is niet echt de ploeg dat hij eigenlijk moet doen. Dan hier is dat Tortelletti. Deze mannen met Stevens en Berlier nu keuken met de aanval. Nu gaan we moeten oppassen. We hebben nog 15 kilometer te gaan. Koplopers zijn nog altijd niet ingehaald. Grignard gaat nu versnellen daar. En uh, ja, hier zitten we ook met een groepje Wema's. Hermans zitten nog wel goed. Het valt hier nu weer stil. Moeten we misschien een aanval plaatsen met Wema's? We gaan eens kijken of dat misschien een goede oplossing is. Gaat er iemand mee? Van Avermaat gaat mee. De B, Nasen, Algard. Maar er komt wel een afscheiding. Er komt een afscheiding. Dat kan goed zijn voor Hermans. Maar nu, hè. Wat nu? Wemaas is op. Wemaas is al op. Nassen gaat door. Algaard stuiven. De B. En er is een gaatje. Er is een gaatje. Kom maar, Weemaas meegaan. Mee in het wiel van stuiven en nu, hè? En wat nu? Stuiven uh, naasten gaat verder en het gat moet echt gereden worden. Hermans in een zetel. Waar zit hier de belangrijkste man voor een bepaalde ploeg? Ik zoek naar sporters. Hier zit Jasper Philipsen. ze we moeten naar zijn wiel kruipen. Come on, Hermans. Hmm. Oké, okay, nu wordt het moeilijk. Hè? We moeten hier kijken met Weemaas. En we moeten hier kijken dat Vergaarde Hermans kan terugbrengen. Dat ziet er voorlopig allemaal goed uit. Het groepje komt hier ook terug aansluiten. Kryniaar is nog altijd weg. Dus als Vergaarde nu nog even kan doorgaan. Vergaarde met de Pace. Weemaas moet Vergaarde volgen. Herman. Moet Wemaas volgen. Hopelijk draait dat hier goed uit. Wie is dat hier? Seri met een late uitval. We moeten nu in de achtervolging gaan. En Seri gaat dat niet volhouden. En Grignard ook niet natuurlijk. Hè. En nu? En wat nu? Wemaas, Heel goed. Wemaas zit heel goed. Trekt de spurt aan. Naast een late gaatje. Naast een laten gaatje. Nog twee kilometer, dat is wel nog heel vroeg. Dat is heel vroeg, maar er komt niemand achter ons, dus we kunnen beginnen sporten. Wema's, hou in, hou in. Serie probeert nog. Herman ziet dan een gaatje. Zijn we te vroeg begonnen? Dat is nu de vraag, want het is nog één kilometer. Maar er komt niemand, er komt niemand. Nu komt Van Asbroek. Wemaas dan maar in het wiel van Van Asbroek. Daar komt Van Staaien. Daar komt Van Staaien. die komt heel rap. Ze komen heel rap. Daar komt Vliegen nog. Daar komt Meurissen nog. En komt daar Jasper Philipsen nog. Maar het is Meurisse. Sandro Meurissen die bijwisselkampioen wordt. En Quentin Hermans. Het was dan toch te vroeg om met hem te gaan. Maar ik dacht, zo'n gaatje. Damn. Dat is uh, zuur. Dat is heel zuur. Het was een heel mooi bijwisselkampioenschap. Heel mooi gereden van ons team. Vermeers even een poel. Fantastisch werk. Dan die late uitval van Weema's. Was perfect. Veel toppers daarbij. Dan Hermans die kon wachten tot de spurt. Maar jammer genoeg worden we nog gegrepen. Vierde plaats voor ons. Maar nu naar het Nederlands kampioenschap. Drie renners. Mathieu, David en Van Trijp. Twee helpers voor Mathieu. Mollema en Mathieu Tom Doleij, Kelderman. Dus ze zeggen wel dat eigenlijk meer de klimmers hier toch meer kans maken. Dus dat is een goede zaak voor ons. We moeten die titel terugverdienen, hè? we moeten voor de tweede keer proberen. Om kabiel van Nederland met Mathieu te worden. Hij was het al toen we starten met de carrière mode. Dan hebben we de trui moeten laten aan Jacobsen. En nu gaan we voor de revenge. We willen hem terug. Zeven koplopers in Nederland. We gaan even kijken. Wiet Mangula. Van der Heijden. Hole. Verboom. Van Elzakker. Honig. En Hooghiemster. Hooghiemster. Mijn zonne naam. Teams ken ik niet. Het zijn allemaal uh, onbekende teams. Um, ze hebben 4 minuten voorsprong, ben benieuwd hoeveel dat ze in totaal gaan krijgen. Het is Sunweb en Visma die dat hier uit peloton onder controle houden. Oké, okay, door een valpartij in het peloton zijn we met David van der Poel bij de koplopers terecht gekomen. Hopelijk kunnen we even uitrusten en uh, ja, kunnen we misschien wel overleven hier. 4 minuten voorsprong, maar de voorsprong begint precies hetzelfde aan te slinken, dat is minder. Nog 99 renners, er zijn hier weer een paar valpartijen, maar zolang Mathieuke niet valt is dat uh, het belangrijkste. Taco van der Hoornes is uitgevallen. En ja, David zit hier nu heel rustig uitrusten en uh, ja, niet te veel werk uh, doen. Hè. Misschien was het wel een goede zet om David naar voren te brengen, want kijk, het peloton is aan het breken, nog maar 48 renners, dus wie weet is van Treep wel moe. Tegen dat we bij David van der Poel komen en dan heeft Mathieu toch nog een uh, helper over. Nee, 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 nee. Lekker band, Mathieu van der Poel. Dit is ongelooflijk. Dit kunnen niet scripten, zoiets. Oh my god, en dit peloton doet niets niet meer. Dus van der Poel moet zelf wel gaan. Oh, dat is erg. Dit is erg, dit is erg, 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 erg. Kom aan, van Trijp. Cruisen, jongen. En ze vielen niet meer stil, hè. Een minuut en een half achter. Ja, we gaan David ook laten wachten. Hoe erg het ook is, hoe erg het is dat hij van voor zit in het peloton, we moeten hem laten wachten. Mathieu moet proberen terug te keren. Zo rap mogelijk liefst. 1,35, 1,37. Oké, okay, met tweeën gaan ze het proberen te doen. David en van Trijp. We zijn er bijna bij, we zijn er bijna bij. En David heeft nog. Over, van Trijp is op. Maar David gaat ons terugbrengen. Dat is fantastisch nieuws. Dan hebben we nog niet al te veel energie moeten verspillen. En er is nog altijd niemand weggereden. Kom aan, David. Nog even, nog even, nog even, nog even, nog even. Nog heel even blijven doorgaan. Maar je ziet, het stopt hier niet. Hè? En hij is erbij. Hij is erbij. Mathieu, nu naar voren brengen. Kom aan. Waar is van voor hier? Zoveel geluk had dat David in die kopgroep zat. Hier zit Van der Poel nu terug vooraan. Hij probeert zijn plaatsje te vinden bij Timo Rozen ongeveer. En nu proberen een beetje uit te rusten, hè, als dat nog mogelijk is. De kopgroep heeft nog altijd een voorsprong, nog 30 kilometer te gaan. En Mathieu is terug volledig hersteld. Oké, okay, we zijn weer de laatste keer omdrank geweest. En nu gewoon vooraan blijven zitten. Het gaat hard. We halen een groot deel van de kopgroep in. Nog één iemand rijdt er van voor. Verboom. En Kelderman is hier werk aan Toen doen. Lindeman, Rozen, Van Poppel. Bouke valt aan. Bouke Mollema gaat aanvallen. En we gaan in de tegenaanval. Kom aan. Wie gaat er mee? Van Baarle probeert mee te gaan. Lammertink probeert ook mee te gaan. Maar de mannen van Jumbo laten dit niet gebeuren. Nog 11 kilometer. We moeten op de spurt rekenen. Ja, Bouken blijft proberen. Nog veertien renners over. Oeh, Bouken is sterk. Bouken is heel sterk. Gaat nu van de kop af. En nu, hè, wij gaan natuurlijk niet op kop rijden. Laat de mannen van Jumbo-Visma maar op kop rijden. Voor wie rijden ze eigenlijk? Rijden ze voor Van Poppel? Rijden ze voor Teunissen of voor Tolhoek? Ik denk dat ze voor Teunissen rijden. Tom Dumoulin hier nog. Kelderman zit hier ook nog. Gevaarlijke namen. Van Baarle. Nog 4 kilometer, we zitten in de vierde positie. En er valt hier een gaatje. Teunissen moet een klein gaatje dichtrijden op zijn eigen ploeg. We gaan terug bergop, nog 3 kilometer te gaan. Rozen, van der Poel. Moeten we nu al aangaan? Moeten we nu al aangaan? Moeten we counteren? Moeten we. Nee, Lindemannen volgt, Lindemannen volgt, dat is niet goed. Nou wel, laten we gewoon tempo maken. Ze moeten erover komen. We gaan onze energiegel gebruiken. Lammertink gaat nu aanvallen, dus we volgen. En ho, Lammertink, daar zit pees op. Daar zat veel pees op. Nog een kilometer. Wat nu, wat nu? Nog 0,8. We gaan nu, we gaan nu. We kunnen niet verliezen tegen Lammertink. We kunnen niet verliezen tegen Lammertink, zou ik zo zeggen. Gaat hij er nog overkomen van der Poel? We waren weer veel te laat begonnen met spurten, maar misschien goed. Oei, windrichting hebben we niet nodig. Want we komen erover, hè. Mathieu wint voor Lammertink. En dan heeft de ploeg van Jumbo wel heel veel fouten gemaakt. Want kijk hier, plaats 3, 4, 6, 7, 8. Allemaal voor Jumbo. Visma, maar wij zijn Belgisch kampioen. Euh, Belgisch kampioen, Nederlands kampioen geworden. Yes! De belangrijkste truis binnen... Het was zonde dat Quentin Hermans zijn Belgische titel niet heeft kunnen halen, maar deze titel was zoveel belangrijker. En Van Trijp en David van der Poel, fantastisch werk geleverd. Ze hebben hem kunnen hem terugbrengen. Net ge op tijd, dus na een lekke band en dan terugkomen en gewoon Nederlands kampioen worden. Fantastisch, kan niet beter zijn. Volgende aflevering overlopen we de andere kampioenschappen nog. Gaan we naar de transferperiode. Gaan we naar 2K, want we mogen de Tour de France niet rijden. We hebben geen wildcard gekregen. Dus dan zit het seizoen erop. Na volgende aflevering, en dan zijn we hopelijk World Tour. En rijden we alle grote rondes. Komen er nog een paar toptransfers bij, en zijn wij een beast team.